Yo mensen, welkom bij weer een aflevering van Portal 1. We waren bij Test Chamber 10, dus daar gaan we gewoon lekker weer mee verder. En ik hoop dat hij nu wel het spel wat harder van geluid is en dat je mij ook goed verstaat. En dat de kwaliteit wat beter is, dus dat gaan we gewoon proberen. Ik ga gewoon lekker verder. The Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment. In dangerous testing environments, the Enrichment Center promises to always provide useful advice. For instance, the floor here will kill you. Try to avoid it. Nou, oh, wacht, we zaten bij 11 al. Zo, het gaat snel, hé. Ik moet, denk ik, even kijken waar moet ik heen. Dat ding dat opent mijn oranje portal en die moet ik uiteindelijk hebben. Dat is mijn tweede geweer, zeg maar. En ik kan een blauwe portal neerzetten. Kijk wat er dan gebeurt. Oké. Een knopje. Even wachten tot hij hier is, de portal. Duurt eventjes. Tjongejonge. En dan komen we daar boven hier zo. Komen we dan als het goed is. Boom. Ja. Oppassen voor dat ding. Nou doet de lift het. Kijk hoor. Nou moet hij hem... Oh. Nou, dat kan ook. Hoppatee. En dan hebben we hem. So that it can now manufacture two linked portals at once. As part of an optional test protocol, we are pleased to present an amusing fact. The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in. Subject hometown, here. Okay, now we hebben nu twee soort geweren, een blauw en een oranje. En nou begint het spelletje eigenlijk. Want nou moet je telkens zoeken waar je heen moet en dan heb je een oranje portal en een blauwe. En ja, moet je de goede combinatie vinden en kijken waar je heen moet. We gaan nu door naar het volgende level. Naar level 12. Het was weer een stukje van onze test chamber 11. Nou. En dan zijn we dan bij 12. Wat zeg je? Kijk hoor. Nou, die is niet zo moeilijk toch? Voor die appeal. Hoppatee. Dan hebben we een blokje en die moet. Naar de overkant. Hoppatee. Dan gaan we weer even naar beneden springen en dan hebben we het ook alweer gehaald, dit stukje. Wee.
Ja, Gladys. Ik weet dat ik vlieg. En dan gaan we naar 13 toe. Now that you are in control of both portals, this next test could take a very, very long time. If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. An intubation associate will be dispatched to revive you with septic salve and adrenaline. Nou, Gladys zei dat deze test redelijk lang kan duren. Dat geloof ik niet. Dat kunnen we makkelijk aan, denk ik. Kijken waar dat bolletje naartoe schiet. Kijk hoor, hier zo. Oh, dan moet ik hierheen. En dan komt dat bolletje, die schiet dan in de blauwe portal. Die komt dan hieruit en die schiet dan in dit ding. En dan... Dat staat hier eigenlijk. En dan gaat waarschijnlijk iets bewegen. Zo. Die plaat gaat heen en weer nu. Ik moet even dat kistje zien te pakken, toch? Hoppa. Zo. Zo, en die moet dan op dat plaatje. Oh! Ik ga hem lekker naar beneden vallen. Slim! Oh! Ben ik toch weer goed bezig, hè? Blijf! Goed zo. En nou moeten we... As part of a previously mentioned required test protocol, we can no longer lie to you. When the testing is over, you will be missed. Oh, ze gaan me missen als ik niks meer hoef te testen. En dit was weer een stukje. Dan hebben we weer goed voor elkaar. Die weer lekker te regenen. Echt een leuk weekendje is het hoor. We zijn nu bij 14. En All subjects intending to handle high energy gamma leaking portal technology must be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. No further compliance information is required or will be provided, and you are an excellent test subject. Zo, dan gaan we even kijken waar we heen moeten. Ik denk, we moeten dat blokje hebben. Dus gaan we kijken of we hier naartoe kunnen vliegen. Zo. Nou, zijn we toch weer goed bezig. Kom. Die moet dan daarheen. Dat gaan we niet moeilijk doen. Hoofd D. Hoppa! Zo. En dan, waar moeten we dan heen? Kijk hoor. Ja!
Ik weet het al. Op T. Ik heb nu in dat geval. Dan moet dat bolletje die daar achter staat, moet daarin. Dus daar gaan we heel snel naartoe voor kostenbrede platen. En dan moet ik de blauwe portal daar neerzetten. Kijk hoor, hier zo. Blauw. Very, very good. A complimentary victory lift has been activated in the chamber. Ik spring nog mis ook. Jongen, jongen, jongen. Nee, jullie hebben niks gezien. Very good. So. A complimentary victory lift has been activated in the main chamber. Wat een faal. Ik spring nog mis ook. Ben ik toch weer goed bezig. Val ik lekker in dat modderachtig geval. Ik weet niet echt wat het is. Oh, de lift, de lift, de lift. Oké. En dan hebben we daar de lift weer. En we gaan gewoon lekker door. Kijken hoe ver we kunnen komen, deze aflevering. Dit, ja, deze 15 minuutjes. Het is altijd grappig om te zien waar je nu weer uitkomt. Je weet maar nooit. Deurtje open. Sesam open nu. The Enrichment Center is committed to the well-being of all participants. En, cake. And grief counseling will be available at the conclusion of the test. Even een mooie camera laten vallen. Thank you for helping us. Help you help us all. Kijk hoor. Dit is een scherm, daar kan ik niet doorheen schieten. En hier zie ik een plaat. Dus waarschijnlijk moet ik iets van springen op. Zo. Update. Oké dan. Maakt het wel lekker moeilijk hoor. Kijken wat we moeten doen. Dat balletje dat kan natuurlijk wel of zo er doorheen. Update. Dus het is altijd even kijken waar je heen moet. Dan kijk hier wat we hier moeten doen. Dan hebben we weer zo'n scherm. Als ik daar doorheen loop, dan ben ik weer allemaal portals kwijt die ik neerzet. Dus ik moet wel eventjes kijken wat ik moet doen. Ik heb hier een soort hokje. Dan hebben we hier een plaat. Dan moeten we hier zo zien te springen ofzo. Oké, nou dan gaan we gewoon proberen dan, hè. Ja, kijk maar. Oh, nou ja, nog een keer dan. Oh. Ik draai nog helemaal rond in de lucht ook. Kijk hoor, daar gaan we nog een keer proberen. Totdat het lukt. Ah. Lastig. Voilà, voor. Even mijn mouw opstopen en dan gaan we ervoor, hè. Kijk, hier zie je ook wat je moet doen. 1. Je moet inspringen en dan moet je snel die portal neerzetten en dan vallen we er weer doorheen. Dus dan gaan we gewoon proberen dan, hè. Moet lukken. Update. En dan schiet dit daarop. Terug, terug. Boom. Kijken of we er dan langs kunnen. En de vraag is nu, hoe komen we aan de andere kant? Want, ja, kijk eens aan. We hebben weer zo'n leuke spring, en laat het ding op de. Kijk hoor, er zit gewoon hier eentje, en hier eentje. Dan gaat hij zo hier tegenaan, door het portal, andere kant, teken, terug. Op de. Ah, net voor het glas.
Lijkt me hoor. Update. En dan moeten we deze lift pakken en dat is nog wel best wel lastig. Volgende lift. Oranje. Nou, ah! Wat een lastig stukje. Nou, dan liggen we weer lekker onder het water in. Zo zien we weer dat niet elke aflevering even makkelijk is. Dat je ook soms hele lastige ertussen hebt zitten. Slechte, joh. Wat zijn we toch weer mee bezig. Nou, zoals je merkt is het nu nog net middag. En ik net uit mijn bed kom. Dat zie je wel een beetje aan mijn goede reactietijd, hè. Oh, ben ik hier vast. Nou, kom hierheen. Ik denk dat dit het laatste stukje wordt. En dan gaan we gewoon de volgende keer weer verder. Het zal een maandag of zo zijn. Of een andere dag. Gelijk weer door. Oh, terug, lopen, lopen. Ja, we hebben het gehaald. Kijk hoor. Boom, boom, boom. En dan moeten we... Kijk hoor, als we hierop staan, wat gebeurt er dan? Ah, dan gaan we lekker naar boven. Oh, dit is zo'n hele lastige hoor. Net niet. Oh, wat zijn we toch goed in. Deze erachter zetten. Hop, day. Did you know you can donate one or all of your vital organs to the Aperture Science of the Steam Fund for Girls? It's true. Nou, leuk, Gladys. Nou, dit was het laatste stukje van Portal. Volgende keer gaan we weer gewoon lekker verder. Gewoon even kijken waar we zijn. Liftje omhoog. En dan, ja. Alvast bedankt voor het kijken. Abonneer, reageer. Duimpje omhoog. En als er wat is, zeg het. En als ik iets beter kan doen of iets doe ik heel goed, dan kan je het ook gewoon zeggen. Bedankt voor het kijken en abonneer lekker op Online Dutch Gamers. En we zijn nu bij... Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military androids. Nou, we zijn nu bij 16, dus dan gaan we gewoon volgende keer weer verder. Ik zeg bedankt voor het kijken en dan, ja, tot de volgende keer.